Hey, what's up? Ik ben Johnny 13 en ik sta vandaag op het Waagplein in Alkmaar voor de profronde van Noord-Holland. Een wielrenwedstrijd van 2 dagen, 3 wedstrijden. We zijn gisteren begonnen. Gisteren was het echt vreselijk slecht weer, dus laten we daar gewoon beginnen. Helemaal droog houden, dat is het probleem. Dus ik heb wel hier en daar verstoringen. Dat is heel vervelend. De eerste wedstrijd van vandaag die is voorbij. De tijdrit is gereden. Er is net nog snel even een interview gedaan met de winnaar van deze wedstrijd. En nu gaan we wachten tot de tweede wedstrijd van vandaag gaat beginnen. Dat was de start van de tweede wedstrijd van vandaag. Een omloop over 88 kilometer. Het schijnt niet meer te gaan regenen, maar er zat wel een hele harde wind. Dus we moeten gewoon even wachten tot de eerste doorkomst om te kijken wat er is gebeurd. Dat was de finish van de omloop. De interviews zijn al gedaan en dat wordt allemaal vanavond nog geëdit, want dat moet vanavond allemaal nog online. De tweede etappe hier vanavond verreden is voor niemand minder dan David Dekker! Ja, stormachtig. Zelden meegemaakt, windkracht 8 op een gegeven moment. Ja, ik zou zeggen, Noord-Holland, dat wil je eigenlijk. Maar er waren renners en ploegen die zeiden, ja, de wedstrijd moet worden afgelast, dit en dat. Het is tegenwoordig een beetje de tendens dat het allemaal in één keer heel veilig en verantwoord moet zijn. Terwijl vroeger racen gewoon met sneeuw en ijzel nog. Dus de wedstrijd is gewoon doorgegaan en uiteindelijk viel het hartstikke mee. Dus we gaan weer even monteren, want het is pas af. Af is. Renners moeten vooral het verhaal vertellen. Je moet ze een paar woorden geven en dan vertellen ze vaak het verhaal wel. En dan, nou ja, 9 van de 10 keer gaat het wel goed. En de meeste renners zijn ook wel makkelijk te interviewen. Dus die willen toch wel hun verhaal vertellen. En dat maakt het voor mij heel makkelijk. Het is niet, het is een overschat beroep hoor, verslaggever. Dat zeker. Dat was de start van de derde wedstrijd. De plein is weer helemaal leeg. En nu zit er voor mij niks anders op als 4 uur te wachten tot ze aankomen bij de finish. Ik sta bij de kasteien van Munnikenweg. Het gaat zeker nog even duren voordat de mannen hier voorbij komen. Daar ga ik natuurlijk niet zo op wachten, want ik weet ook dat er hier een skateparkje is. Dus toevallig, skateboardje mee. We gaan even rollen. Wie kijk jij nou op YouTube? Ja, Johnny 13. Even abonneren en liken. Het gaat om het kabel is. Thank you.
Terwijl achter me het laatste interview plaatsvindt, zit het er voor mij een beetje op. De mannen moeten kaart aan het werk, want er moet natuurlijk vanavond een video online staan. Die is terug te zien op de topcompetitie website. Daarnaast komt er ook nog een video voor op Eurosport. Dus daar kun je hem ook nog terugvinden. Bij een volgende wedstrijd ga ik gewoon weer met mijn vlogcamera mee. En ik zie jullie dan. Muscle!